Ja, Wilfried van Dalen van de N-VA is komen aanschuiven. Dag, meneer Van Dalen. Middag. U zei tijdens het debat dat uw partij nog vragen heeft die een antwoord nodig hebben vooraleer uw partij een standpunt inneemt, onder meer over dat statiegeld. Kan u aannemen dat u op zijn minst de indruk wekt dat u op de rem gaat staan? Goh, dat is misschien een indruk, maar wij zijn in elk geval al heel lang voorstander van een harde aanpak van bijvoorbeeld de zwerfvuilproblematiek, want daar gaat het voor een deel over. En ook voorstander van meer recycleren, meer inzamelen van afval, van ja, blikjes enzovoort, want dat zijn grondstoffen. Hè. De circulaire economie noemt men dat. Dus dat we op de rem zouden gaan staan is zeker niet zo, maar we willen wel een systeem dat alomvattend is. Dat niet alleen maar bijvoorbeeld de blikjes en de drankverpakkingen aanpakt. Ik heb de minister toch horen zeggen, dit is een totaal plan, alomvattend. Wel, precies, en daar streven wij ook naar. Dat vragen wij ook al een hele tijd aan de minister, dus dat is goed als ze daarop ingaat. Maar het probleem van het debat vanmiddag was dat niemand de teksten heeft, hè, buiten de minister en misschien hier of daar nog. Maar ook als parlementslid van de meerderheid hebben wij het plan waarover het debat ging niet. Goed, dus, dan heeft u alle vrijheid om te debatteren, zou ik zeggen. Maar ik denk dat dat vanmiddag ook gebeurd is, hè, dus dat is het voordeel. Dan komt de kritiek, het parlement is de stemmachine van de regering. Ja, dus dan gaat elke partij het partijstandpunt formuleren, wat vanmiddag gebeurd is. Maar dan krijg je de kritiek, ja, maar de regering is niet eensgezind. Nee, maar de regering heeft over dit plan nog geen standpunt bepaald. Goed, u wil vooraleer dat standpunt er komt, of uw partij wil een aantal vragen beantwoord zien. Ik hoorde onder meer uw fractieleider zeggen, ja, wij twijfelen een beetje bij de milieuwinst die geboekt wordt in verhouding met de kostprijs die het systeem met zich meebrengt. Ja. Nu, een ander parlementslid, Stefan den Berge, die heeft een paar keer gevraagd, maar goed, op wat baseert u zich dan om die kostprijs te formuleren? Ik heb het antwoord niet echt gehoord. Goh, er doen natuurlijk heel wat cijfers de ronde. Oude cijfers, nieuwe cijfers, verschillende invalshoeken. Als je nu kijkt naar het statiegeld, om het daar dan even over te hebben, dan gaat men ervan uit bij OVAM, dus onze afvalstoffenmaatschappij van de overheid, dat het systeem tussen de 35 miljoen en de 100 miljoen per jaar gaat kosten aan de sector. Dat is de bron, dat was het antwoord. Dat is een van de, bronnen. Aan de sector zelf, die zegt nee, het gaat ons tussen de 140 en de 200 miljoen per jaar kosten. Dus dat zijn cijfers die we horen. En dan is de vraag natuurlijk... Welke milieuwinst boeken we daarmee? Ja, wij halen nu al heel veel op. Hè. Dat kan nog beter, kan zeker beter en moet ook beter. Ja. Maar dat is dus al heel wat. Dus je kunt er een aantal procenten bij doen. Is dat voldoende? Dat aantal procenten winst dat we kunnen boeken, dat we meer petflessen binnenhalen, want daar vooral kunnen we de winst boeken. Meer blik, daar is het al vrij goed, kan nog iets beter. Maar is dat voldoende om die tientallen miljoenen... Ja. Maar goed, als de sector zelf een veelvoud van de berekeningen van OVAM naar voren schuift en u zegt, ik wil 100% producentenverantwoordelijkheid. Ja, voor zo'n sector geldt natuurlijk ook de economische logica. Waarom zouden ze extra kosten maken? Met andere woorden, gaat u dan niet zitten wachten op iets wat nooit komt? Ik denk het niet. Dus wat wij zeggen is, want het gaat altijd over statiegeld of geen statiegeld. We hebben er ook nooit een veto tegen gesteld, hoor. Dat is wel eens in de pers geweest, een veto. Ja, het is nooit verstandig om een veto te stellen. Niet in de politiek, niet in het bedrijfsleven. Dus dat op het einde van de oefening zou blijken, statiegeld dus, is de beste oplossing. Dan kan maar dan moeten we eerst antwoorden hebben op de vragen die wij vanmiddag hebben gesteld. En die zijn er dus inderdaad nog niet. En dat is een beetje het probleem. Ja, maar goed, om terug te keren naar die producentenverantwoordelijkheid. Ja. De stok achter de deur, heeft u die? Ja, dus die producentenverantwoordelijkheid, wij zeggen, we moeten aan de producenten opleggen welk doel ze moeten halen. We moeten zeggen, bijvoorbeeld, jullie moeten 95% van het materiaal inzamelen en herwerken of verwerken. Hoe jullie dat doen, dat moeten jullie zelf bepalen, in overleg met ons, maar jullie kennen het terrein het beste, jullie kennen die materialen ook het beste, want er is heel veel verschil tussen materialen, tussen verpakkingen, manier waarop die gebruikt worden, wie gebruikt die. Dus zij kunnen, denken wij, het best aangeven hoe zij dat doel kunnen bereiken. En dan moet je als overheid dat bewaken, een resultaatsverbintenis ondertekenen met die sector en bewaken hoe dat wordt ingevuld. En als dat, want dat is uw vrees, als dat niet gebeurt, ja, dan moet je die sanctioneren natuurlijk. Dan komen er sancties. Meneer Van Dalen, benieuwd hoe dit allemaal gaat aflopen, of dit tijdens deze legislatuur nog zal gebeuren. Bedankt in elk geval voor uw tussenkomst en uw beste kijker. Bedankt om op ons af te stemmen. Hier zijn vandaag nog een aantal actuele vragen gesteld, onder meer over het welbevinden van jonge holibies en transgenders in scholen. De antwoorden op die vragen kan u zaterdag bij ons bekijken vanaf 6 uur.